Merel heeft haar rijbewijs. Kennismaking met de middelbare school waar je naartoe gaat. En waar ga je naartoe? En zo meteen boom. En daar is... Goed, hij hield op met rijden. Hallo allemaal. Wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is woensdagmiddag. Guusje is afspreken bij een vriendinnetje. Hij is wel lief, die is er ook al. Die is even de bakkerij. Die wil ook wel lekker van de bakkerij. Oké. Okay. Merel heeft haar rijbewijs. Yes! De sleutel is binnen, of het slot, dus ze kan aan de slag. Ik ben benieuwd. Papa of je achterop mag? Papa niet. Maar papa kan zelf. Ik wil niet achterop. Dat durf ik niet. Dat zou ik ook niet durven. Hij kan zelf toch gewoon rijden. Ja, het gaat eerst maar even nog zonder mensen achterop rijden. Want dan is er maar eentje die gewoon raakt. Nou, vrouw, wat ga ik nou toch achterop? Oh, dan zou ik vanmiddag eerst maar even een beetje rijden. Ga maar gewoon even lekker leven. Ja, ik heb 22 januari jouw theoriedag. Heb ik net geregeld. 22 januari? Ja, en dan 1 februari examen. Oh, dus dan ga je gewoon leren, 22. Ja, dat is zo'n dagcursus heb je dan. En die ga ook tegen te pas. Zullen we samen kunnen? Jij gewoon even dat oma. Zij moet nog dingen, toch, of niet? Je hebt nog je liceo. Ja, wel een goede weg. Maar ja, dat is even goed om te oefenen. Dus echt even een stukje. Ik weet die weg. Ja, ik weet die weg toch wel. Ja, als jij wilt met Sinterklaas wil je ook naar oma. Ja, met ik zou hem even open noemen. Dan zit je kijk, ik ben naar de scooter. Ja. Ze dus heeft nog liceo, zo meteen. Oh. Maar ik kan nou niet laten, want we hebben daarna hockey. Hoe laat heb je liceum? Ja, ik kan nou om 1 uur naartoe, dat is over 1 kwartier. Nee. Nee, om 2 uur kan je daar pas naartoe. Moet ik even ook maken een broodje? Dus nou even snel 1 keer gelijk daar naartoe. Ik heb al gegeten. Die heb ik natuurlijk meegenomen en heb ik lekker stokbrood avocado van gemaakt. En Eline ook, alleen bij Eline viel het al om. Eline heeft er nog een uitje bij gewakkerd. Maar het horen, hè? En Floor, vertel eens even wat jij zo meteen gaat doen. Ja, Markland. Nou, Markland. En wat is Markland? De middelbare school. De middelbare school. En wat ga jij doen op de middelbare school? Een voorlopingsproject of zoiets. Ja, een voorloperstraject. En weet je ook wat dat inhoudt? Waarom ga je dat doen? Omdat al je broers en zussen het ook hebben gedaan. En klasgenoten doen het ook allemaal zeker. Ja, je echt krijgt eigenlijk, het is eigenlijk, ze noemen het dat je dan een beetje voorloopt, maar eigenlijk is het gewoon een soort kennismaking met de middelbare school waar je naartoe gaat. En mag je vak kiezen, jij hebt Engels gekozen. En dan ga je in 5 weken tijd allemaal leuke opdrachtjes doen. En dan 8 december s'avonds is er een presentatie van wat je hebt geleerd. Dat is eigenlijk om een beetje de school te leren kennen, de leraren te leren kennen en een beetje te proeven hoe het is op de middelbare school. Maar je leert maar 1 leraar kennen? Want... Ja. En je moet zo'n hele grote tas meenemen, hè? Ja. Want dan ben jij echt een soort drugsmurf, hè? Dan heb je een hele grote tas. Niet naar luisteren, hoor. Niet naar luisteren. Heb jij je nieuwe jas? Ja, ik ben populair. Die andere zit niet lekker. Die is te lang. Die had ik de eerste keer aan. Jij bent achterop, hè? Jij moet tegen mama zeggen dat je... Toen hoorde ik het niet meer. Hey Dutje, lekker, lekker! Bonjour madame! Bonjour madame! Wat betekent dat? Een stapje shirt. Hallo mevrouw. Hallo mevrouw. Nou, eet smakelijk allemaal. En waar ga je naartoe? Ook ga je doen? Nou, succes! De eerste keer dat je echt gaat rijden met je rijbewijs. Ja, junior wil graag mee. Jij moet nog 13 jaar wachten. Nee, junior, doe maar niet. Hij staat maar op het kleinste. Je mag nog wel straks, als je naar het schooltje gaat, kan Merel jou wel eens naar het schooltje brengen, ja? Nee, daar moet hij wel achterop. Ja, maar nu nog niet. Pas je slot in de... Zit erin? Nou, mooi. Nou, laat maar eens. Ik ben helemaal niet thuis. Ja, dan viel de rij weer terug. Laat maar even zien hoe goed hij jou kan rijden. Ja, laat maar eens zien. Ik heb nog nooit op de... Ja, 1 keer. Af. Ja, 1 keer, ja. Ik zie helemaal niks. Ik heb ook nog een elektrische. Audi Junior! Ik heb ook nog een elektrische. Hoi. Ja, de eerste keer, ja. Ja, nou.
Doei. Doei. Merel is even naar oma geweest. En nu gaan ze samen naar school met de scooter. Oh, dat is jammer. Even daar kijken. Kom, ik ga in de keuken kijken. Ze zijn al weg. Nee. Oh nee. Nee, ze moeten nog. Kijk, oh, nou, eerst lopend. Nog zo voorzichtig, hè. En zo meteen boem. Het is hier ook altijd wel druk in de straat, dus altijd wel moeilijk om over te steken. Nou, ik ben benieuwd hoor, als ze zo wegrijdt. Gaat je weg? Ja, ze is heel voorzichtig, maar dat is alleen maar goed. Ja, daar gaan ze. En los. Heb je leuke pantoffeltjes aan, Eline? Leuk, hè? Wij zijn net terug van de hockey. Eline die is slim geweest, die is met mij meegereden. Want ik doe ze natuurlijk trainen, maar het is wel een beetje de nagekerkte training tegenwoordig. Want we waren met 4 van naar ons. En ook 3 anderen van ons team. Ja. Meestal zijn we met meer. Maar hoe kwam dat er vanavond zo weinig waren, weet ik niet. Ja, het zijn er altijd ook wel weinig, maar het is ook al 4:30. Het is een beetje een rottijd, het is 4:30 jaar en tot 5:30. Het is natuurlijk wel, je moet al je kleren eventjes aantrekken en oh, hier komen er nog 2. En daar is... De scooter hield op met rijden. En toen? Ja, toen moest ik al even stoppen, hè. En toen? En toen deed het weer eventjes. Toen is het nou leeg. Ja, ik denk het. Nee, er staat ook dat die batterij vol is op je schermpje. Nee, er stonden 3 strepen. Eerst stonden er 0 strepen en toen werd het op even 3. Heel raar. Nou, dus je moet hem opladen. Nee, maar ja, dit ding staat hier al 3 maanden in de bar. En ja, dan gaat de batterij ook leeg, hè, langzaam. Oh, natuurlijk. Je hebt echt altijd een grote. Ja, ik echt niet. Van het hockey? Nee, van die helm. Ja, en het is groot schiet hier. Ja. Ik heb het iets klein. Nee, gewoon een vlek. Ja. En wat jeugdpuisjes? Ja. Stand eens met je knie? Goed. Ja, oh, gelukkig. Stand kreeg een bal op zijn knie. Wel honger. Voor nou, jij weet lekker gewoon makkelijk broodje van de lunchroom vanavond. Dit plekje, dat is echt het zachtste plekje van je knie gewoon. Oh, dat is de ziekenwagen al. Ja. Kijk. Ik had hem al pas gebeld. Dat gebeurt bij ons heel vaak, dat hier een ziekenwagen voorbij komt rijden. Dat gebeurt wel. Oh, het is politiemotor. Het slaat al de 2e keer. Politiemotor? Ja, zaterdag was de rijdt brandweer. Het is wel hard als je daarop rijdt, dus je dat zo hoort. Als je daarop rijdt, dat is wel. Ja, maar dan merk je dat niet. Hè, die mogen 30 maar... 30 kilometer. 30 meer, ja. Dus ze mogen 60. Oh, de sirene was er. Dat het geluid al hard is. Oh, dat was ook achter. Kan jij de broodjes maken in de lunchroom? Nee, maar ik wil echt om ons proeven. Doe voor mij maar Mexico. De laatste tijd rijdt hier heel veel politie rond, hoor. Ja, er was ook een steekpartij vorige week in Armbos. Ja, nou goed oplaai. Is leuk zo'n batterij in de keuken. Eigenlijk moet je ook die kamer. Je moet eigenlijk ook altijd de stekker gewoon hier. Als die aan elkaar leeg is en je hebt gewoon niks. De oplader. Ja, dat is wel een nadeel van elektrisch rijden. Ik weet niet hoe lang dat die batterij erover doet om op te laden. Maar dat is met de auto ook een nadeeltje. Ja. Maar voor de rest vind ik een elektrische auto het rijdt wel lekker. Ja. En ook een elektrische scooter maakt veel meer geluid dan een normale. Oh, moet de papa even kijken? Ja, doe maar. Ja? Oh, ik heb hem al. Oh. Draaien. En is hij nou aan het opladen dan? Denk het. Ja. Ik weet alleen niet wat fuse betekent, maar ik ga hem niet. Nou, roodlampjes is dan niet goed. Jawel. Jawel, ik heb het ook. Oh. Ook bij mijn elektrische step. Dan, als je rood is aan het laden en als je groen is hij vol. Ja, nee, dan zit hij in het stopcontact. Als hij? Dat is ook... Maar kijk, dit is gewoon de oplader. Dus als die eruit is, is die groen. Dan zit de stekker gewoon in stopcontact. Dan weet je dat je stroom hebt en dan dat je oplaadt. Ik zou als ik jou was, meer gewoon even een wekkertje op 0:30 zetten van je mobiel. En dan even kijken of de batterij wel vol is. Ja. Ja, want dan weet je of dat die aan het opladen is. Ja, en dan weet je... Aan het opladen. Ja, maar dan weet je zeker.
Zie je hier zo het batterijtje bewegen? Maar hoe lang denk je dat hij ongeveer erover doet? Oh ja, ik denk ook wel dat hij... Maar ik zou het toch even checken. Hoe lang denk je eigenlijk dat hij erover doet voordat hij helemaal vol is? Dat weet ik toch niet. Ja, het zal in het boekje staan. Weet jij dan, Merel? Hoe lang je op moet laten? Volgens mij was het 6 uur. Oh. Nou, leuk hè? Hier hebben we het dan over een batterij. Mijn scooter was leeg. Oh. Ja. Ben nou nog trots, dus elke keer stopte die en dan moest ik weer een beetje gas bij geven. En dan ging die eventjes 2 seconden. Oh, mag hem niet buiten leggen. Goed dat hij binnen ligt. Er staat op papier. Oh, oké. Nou ja, dit was onze vlog van vandaag. Allemaal bedankt, bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer en we hopen dat je abonneert. Houdoe! Ik ben er een keer bij, 's ochtends. Merel heb er gewoon een rijbewijs gehaald daarvoor, dus ik kan hartstikke goed scooter rijden. Er was een pakketje binnen. Dus nee, ik ben benieuwd of het gaat lukken. Wij filmen even tussendoor. Zo, de tijgersoesjes zijn klaar.